Welkom terug bij Orde van de Lotus met Genie. Ik ga naar de end. Ik ga proberen shulkerboxes voor elkaar te krijgen en vleugels. En nou goed, wie mij een beetje kent weet dat het behoorlijk lastig voor me gaat worden. Maar het maakt niet uit, ik ga het gewoon proberen. En ik zeg bij voorbaat al excuses, want ik ben alweer knetterverkouden. Dus je kan me horen sniffen, kuchen, niezen. Ik zal proberen er zoveel mogelijk uit te knippen. Maar als het niet lukt, dan weet je dat alvast. Goed. We gaan naar binnen. Ik wil eerst even kijken. Ik heb steen bij me. Ik heb wapens bij me. Ik heb een paar enderpearls bij me. We gaan omhoog. En we zien het wel. Wat er gebeurt. Hopelijk. Er is één ding. Wat ik ook bij me wil hebben. We hebben de dirt niet echt nodig. Dus. Maar. Je weet me nooit of het uitkomt. Mijn emmertje water. Die wil ik ook graag hebben. Nou. We gaan er binnen. Ik ga proberen om. Snel in te kunnen. Ik heb de shaders uit. Dus je kan zien, ik probeer zo snel mogelijk die kant op te rennen. Dat was de eerste sniffel. Probeer de Enderman zoveel mogelijk te vermijden. Daar is mijn laddertje omhoog. Zo te zien zijn hier op dit punt niet zo heel veel Endermen, maar dat is mooi. Ja, we gaan omhoog. En dan gaan we kijken wat we aantreffen aan de andere kant. Want daar heb ik helemaal geen idee van. Maar we zien het wel. En zo te zien doen we helemaal niks. Nog een keer. Ah, daar ben ik. En met je water bij de hand. Coarse fruit heb ik ook niet. Dus dat ga ik ook even regelen. Ik ga hier langs kijken. Ja, ik wil jou niet. Ik ken jou. Ik weet wat voor ellende jij betekent. Ik ga het gewoon proberen. En dan zie ik wel hoe ver ik kom. Bloemetje. 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 Oh, kan er nog niet komen. Ja. Nou, oh, daar niet bij. Die kan ik wel bij. Ik heb ook niet zo heel veel nodig, denk ik. Dus, hier heb ik nog wat. Kan ik daarbij? Daar kan ik bij. Oh, dan kan ik gelijk even rondkijken. Ik moet zometeen dus ook omhoog klimmen voor daar naartoe. Dat is duidelijk. Heb ik een entity in de buurt? Ik moet nog helemaal inladen. Ik heb er niet eens een in de buurt. Fijn. Nou, in ieder geval. Ik ga naar beneden. Ik ga proberen te vermijden. Om die stomme dingen. Ik vrees dat ik een heel eind moet. Maar misschien valt het ook allemaal wel mee. We gaan gewoon naar boven. Ik heb ladders mee. Dat was de tweede sniffel. Zo. Dan kan ik in ieder geval weer terug. Hier kan ik niet langs. Dan ga ik maar zo. Het is niet fraai. Maar het werkt. Zo. Nou. Kan ik
Laat het gaan plaatsen. En ik ben zo goed met ladders, hè? Dat weet je. Maar ik ga maar gewoon naar beneden. Oh, dat ging aardig goed. Dat ging aardig goed. Niet verkeerd. Zo, ik kan in ieder geval eruit komen. En nou moet ik een end-city zien te vinden. Ja. Heb ik alleen hem gevonden? Oh, daar is er nog één. Oh, daar! Ik zie hem! Ik zie er twee! Wauw, spant in! Eigenlijk moet ik hem hier op hebben staan. Die stomme idioten van Enderman. Wauw, twee. Laat ik even een torch voor de juiste richting neerzetten. Daar had ik echt niet op gerekend dat er twee zouden zijn. Is er een boot bij? Spannend hoor. Het is echt spannend. En ik hoef niet eens een ding over te steken. Ik hoef alleen maar de juiste richting te kiezen. Ik moet eens even kijken. Hebben we een boot hier? Ja. Daar. Ginder. Is het boot? Wauw. Maf, man. Echt maf. Nou, wat gaan we doen? Gaan we eerst de vleugels halen? Of gaan we dan naar binnen en dan het lichtpad volgen? Laten we eerst naar de boot gaan. Ik weet niet eens of ik nou nog wel genoeg heb, maar daarom heb ik ook dirt meegenomen. Ik heb zelfs hout bij me. Ja. Dat die boot zo ver weg is. Niet te geloven. Oh, er is gewoon nog een End City. Maar waarom is hier nog geen boot bij? Wauw. Dus ik heb nu al drie End Cities. Nou moet ik misschien toch een... Dat is ook wel handig trouwens, dat die boot deze kant op staat. Ik moet die kant op zo meteen lopen. Oh, daar hebben we het gat. Kan ik hier over? Nou, het is een beetje ver weg. Ik heb besloten om eerst eens even te gaan kijken of misschien die andere een betere bereikbaar heeft. Want het is behoorlijk gevaarlijk hier boven de void. En aan de andere kant... kan ik ook gewoon proberen direct daarheen te stapelen. Dus wat heb ik nodig? Ik denk dat ik eerst maar eens eventjes dingen in mijn ender chest ga flikkeren. Ik weet niet meer wat er allemaal in zit. Er zit behoorlijk wat in. Mijn zwaard wil ik eigenlijk wel houden. Ik heb een extra zwaard, een knockback. Dit is de mending en de looting. Ja, die wil ik eigenlijk wel houden. Dus ik ga hem even... wisselen. Ik ga even wat dingen eruit gooien. Ik heb hier nog pearls in zitten. Die heb ik blijvend nodig. Dit heb ik niet echt nodig. Die heb ik wel nodig. Dat is mijn unbreaking power. Dat is wel een hele goeie. Ja, ik ga die doen. Gewoon...
voldoende daarin gooien. Die gooi ik erin. Mijn appel is misschien handig om te houden. 1, 2, 3. Daar heb ik niet zo heel veel van nodig. Die wil ik toch bij de hand houden. Mijn bijl heb ik ook niet nodig. Ja, de rest zit allemaal nog wat onzin in en zo. Ja. Het maakt me allemaal geen flikker uit. Ik heb altijd troep bij me. Dus, kom. Dank u. En dan ga ik die daar doen. Oh, die had ik eigenlijk ook niet echt nodig. Ja, die deur kan ik gebruiken natuurlijk. We proberen daar gewoon naartoe te purlen. Maar eerlijk gezegd vind ik dat ook doodeng. Want dan kom ik zeker in de void terecht. Ja, goed. We kunnen het altijd proberen. Maar proberen? Maar gewoon doen? Ik kom ook wel ergens in dat hij denkt terecht. Maar we gaan het gewoon proberen. We zien het wel. In de void. Nog een keer. Dan gaan we heen. Dat gaat hem dus niet worden. Bam! Wat een ellende. Nou, toch nog maar even een peultje bij de hand houden. Voor het geval. Ik ben blij dat ik hem al heb uitgehaald. Voor het geval dat ik eraf flikker. Hey. Kijk of ik daar misschien kan komen. Dat is misschien niet eens een slecht idee om gewoon eerst hier op te komen. Nou, gaan we. Dan zijn we hier alweer wat dichterbij. Gaan we kijken of we daar kunnen komen. Nog een stap dichterbij. Maar we gaan het gewoon proberen. En we gaan nog een keer proberen om te purlen. En dan nu daar naar doen. Oh, wat een mazzel. Oh, wat een mazzel. Nou, dan gaan we. Oké. Dat is de drakenkop. Dat is waar ook. Maar het is ook leuk om te hebben. Dus gaan we die even regelen. Oh, dit is de drakenkop al. Dan doen we het zo. Heb ik hem? Ik heb hem. Mooi. Bleh. En echt jong. Het is eng hoor hier binnen. Brewing stand. Oh ja, daar gaan we. Hup. Misschien moet ik hem met een pijl doen. Ja, ik heb hem. En wat hebben we nog meer? Die. Die. Wauw. Echt wel. Want ik heb bijna al mijn... mending. Beetroot. Die had ik geloof ik wel. Maar het kan me geen flikker schelen. Aha. Nee, het kan me geen flikker schelen. En die
De item frame neem ik natuurlijk ook mee. Wauw. Ik denk dat ik de volgende met de bijl ga doen. Zo. Even nadenken. Dit is allemaal nog van... die kan ik eigenlijk wel achterlaten. Die neem ik mee. Die is maar net zo belangrijk. Nou, de drakenkop stoppen we erin. Die hebben we niet echt nodig. Zo, de diamanten gaan erin. En dan is die hartstikke vol, maar die slijmballen mag je houden. Even kijken, die beetroot heb ik ook niet echt nodig. Nee, dit zit er allemaal nog in. Ik ben heerlijk onvoorbereid daar naartoe gegaan. Maar het belangrijkste hebben we. Wat hebben we nog meer niet nodig? Nou, dit hebben we niet echt nodig. Mending. Maar dat daar geen mending op zit. Echt wel. Dan heb ik veel troep bij me. Ongelooflijk. Mending. Dat is wel fijn. Als we daar wel op kunnen krijgen. Ja, zo. Ja. Nou, gaan we. Dat kan erin. Die hebben we niet nodig. Die hebben we ook helemaal niet nodig. En die willen we wel graag. Even kijken. Wat kan er nog meer uit? Oh, die kan eruit. Daar heb ik zat van. Dat kan erin. Een leuk zwaardje. Knockback. Die hebben we ook. Inspiration. Ja, heel handig voor mij om zoveel troep mee te nemen. Ja, ben ik helemaal met je eens. Dat kan daar ook in. Dus dat heb ik ook niet nodig. Nou, dan gaan we kijken of we het spul fatsoenlijk thuis kunnen brengen. Wat zit hierin? Oh, dat is ook niet verkeerd. En we hebben hier blijkbaar nog eentje. Ergens. Zitten. Hier ergens bovenop. Dus eentje die is van plan om mij aan te vallen blijkbaar. Ja, daar is die. Oké, okay, nou. Ik ga eens naar beneden. Doe dan. Eeuw. Ga eens naar beneden. Hup. Ja, fijn. Fijn. Zal ik dan maar daar naartoe gaan purlen? Yay. Het is me gelukt. Ik moet hier zijn. Goed zo. Nou, dat helpt niet echt. Dan maar het zwaard. Zijn ze nou verhuisd? Denk het als wel. Hup. Dank u. Wachten tot ik klaar ben hier. Heel fijn. Ja, verder omhoog. Ik geloof dat ik ook nog zo snel mogelijk hier weer weg wil ook. Wauw, ik heb een shulker ding. Ja, dat gaat me niet lukken. Dat wist ik ook wel. Maar we willen graag omhoog. En we willen helemaal omhoog. En ik wil niet doodgaan.
Oké. Dat had ik nog net nodig. Hup. Kan je me nog iets doen? Nee, nog iets. Please, nog iets. Oké. Okay. Oké. Okay. Nog iets? Kan ik hier nog verder omhoog of is dit het? Dit, oh, fijn. Ik wil weer naar beneden. Oké. Oké. Ik wil verder kijken. Oh, dat was niet de bedoeling. Fijn. Ik wil echt naar beneden. Dank u. Gaan we nog een keer. Oké, naar binnen. Dank u. Gaat open. Dank u. Mooi. Zie je nog iets? Nee? Oh, die schilder, die zijn ook fijn, zeg. En rots. Ik weet niet of ik ze heb gepakt of niet, maar we zien wel. We gaan daar even kijken. Pakken die erbij. Ja. Oh nee, ik wil naar binnen. Damn it. Mooi. Dan hoop ik. Nee. Damn it. Nou, dan moet ik hier maar omhoog gaan. Dat is naar de boot toe. Kan ik al zakken? Oh, dat gaat niet goed. Daar gaat nooit goed komen. En ik vrees dat ik een beetje te ver val. Juist, daar was ik al bang voor. Waar is die andere? Nou, ik heb er maar één. Maar ik heb in ieder geval drie van die dingen. Ik denk dat ik de vleugels maar even aandoe. Ik denk dat dat handiger is. Dan kan ik in ieder geval wegzweven. En ik heb er nog één. Mooi. Nou. Daar was ik geweest. Daar is nog een silkerbox. Daar buiten. Ik heb nog niet echt heel veel loot gezien. Daar is er één. Ik weet het niet. Die had ik. Het is ook nog irritant ook, hè, dat ze niet hier. Naar beneden, please. Dank u. Wauw. Ik leef nog.
Het is niet te geloven. En nou loop ik het risico weer door die domme Enderman gepakt te worden. Oh, fijn. Het wordt eng. Ik denk dat ik die maar bij de hand ga houden. Ik zie geen end portals hier. Ik zie ook mijn toorts niet. Nou, dat wordt lekker dan. Oh, silkenbox. Ik vind mezelf op dit moment heel dapper. En ik heb ender pearls nodig. Ik neem er 2 en ik ga naar huis. Als ik hier helemaal levend doorheen kom, is mijn missie geslaagd. En nou is daar. Oh nee, dat was het andere ding. Even kijken of ik hier een beetje goed naar de overkant kan komen. Ja. Stapje voor stapje. Dank u. Ik vind nog steeds raar dat daar geen boot is, maar toen maar. Oh, alsjeblieft weg hier. Nou, oh, niesbui. Zo, nou, even niezen en piezen, zoals we dat hier noemen. Ik ga naar huis. Ik ga mijn pearl gooien. En ik heb het gered. De volgende keer, als ik mij heel dapper voel, dan ga ik dat daar onderzoeken. Voorlopig. Nou, ik heb de zenuwen nog wel even in de benen. We houden de emmer bij de hand. We hebben wel wat geleerd ondertussen. Voor de zekerheid. Ik ben blij dat ik torch heb geplaatst. Daar wordt het altijd duidelijker van. Ik zal nog een korenschoetje eraf plukken. Ja, leuk beginnetje. Dit is een wat veelbelovender ding. Maar daar gaan we een andere keer naartoe. Ik ga nu eerst terug naar de endportal. En dan ga ik de zooi planten en regelen. En ik ben blij dat ik verder weinig last heb gehad van de Enderman. Ik ben blij dat ik een keer niet ben doodgegaan. Tot zover. Tot nu. Oh! Verdomd! Hier is er ook één. Ah, die is nog dichterbij. Nou, goed. Nou, dat is grappig. Oh, even ietsje terug. Hier doen. Platformpje erbij. Dingetje erbij. Daar ook. Wat gezellig hier allemaal. Nieuw platformpje. Zorg dat je die Enderman niet aankijkt alsjeblieft. Ja. Goed. Kistje.
Pearltje. Weer opruimen. Hopen dat ik niet naar beneden hoef voor dat ding. Die netjes in mij schiet. En neus. Kijk eens aan. Zeg, hopelijk gaat het dit keer goed. Heb ik dit keer geen last van Enderman dat ik doodga terwijl ik hier bij de porter sta. Ik zeg jullie snel goeiedag en tot de volgende keer. Dag dag.